Hallo allemaal en helemaal geweldig dat je kijkt naar Loco vs. World. Het is weer zondag. Dit is de tweede FIFA-dag op een rij. We hadden gisteren FIFA zaterdag en vandaag FIFA zondag. FIFA vrijdag was het niet en daarom proberen we twee dagen achter elkaar de boel weer in te halen. Een beetje excuses naar jullie toe, want Sven kon helaas niet donderdag. En donderdag nemen we altijd FIFA vrijdag op. Helaas kon het niet, dat was ook de reden waarom ik GTA heb geüpload op vrijdag. En ja, nu weten jullie het. Maar jongens, weten jullie nog de vorige wedstrijd met Luc erbij? Toen hebben we gewonnen. Ik heb allebei de goals toen gescoord. En één hele mooie goal, zo achter de keeper langs. En dat was een vrij onmogelijke goal, maar het zag er wel hartstikke mooi uit. En ja, Luc is er weer. Hij zei toen tegen mij, ja, als we dit verliezen, dan kom ik volgende keer niet meer terug. Maar we hebben gewonnen en Luc is er weer. Dus hallo Luc. Hallo allemaal. Hallo. Ik ben klaar om de wedstrijd te starten, dus ga er maar voor. Ja, doe maar. Starting match. Of match search in progress, dat moest ik zeggen. Oké, nou ik ben benieuwd jongens. Ik ben extreem benieuwd. We hebben wel een goede laadsnelheid, want ik heb het stadion niet eens gezien. De afbeelding van het stadion. Dan ging ik gelijk door naar in-game voor mij. Wat? Oh, we hebben 9 als keeper. Ja, hey, jij ook. Waarschijnlijk precies hetzelfde keeper ook. Ja, maar die hebben we ook in-game als keeper. Oké, we spelen Vitesse tegen Arsenal. How likely? Ze hebben een eigen keeper in. Ja, dat is wel een grote neger met rood haar. Nou, ik hoop voor hem dat hij nog een beetje aan het oefenen is. Des te beter kunnen wij scoren. Ze hebben ook Ibrahimovic. Ja, maar... Oh, kijk dan. Kijk dan. Oh, nee. Hey, heeft Arsenal tegenwoordig geel-blauw als uitshirt? Ja, uitshirt. Dat hadden ze toch nooit? Ze hadden toch altijd een andere kleur, of niet? Of ben ik nou een beetje in de war? Per jaar verschilt dat, hè? Per jaar verandert het. Oké. Okay. Het uitshirt blijft altijd hetzelfde. Ja, niet altijd, maar ongeveer. En het uitshirt van je verandert ook. Oké, okay, kun je nagaan hoeveel ik in de echt voetbal kijk, jongens. Dus ja, toen ik heb al ik heb al digitale televisie, maar mijn decoder is een beetje geduckt, dus ik zit wel een beetje op kijk offside. Ja, helaas. Ja, mijn decoder is stuk. En af en toe deed ik wel eens gewoon kijken wanneer Manchester City weer speelde of zo. En dan ging ik gewoon even een wedstrijdje van Manchester City on demand kijken. Maar ja, tegenwoordig ook kan dat niet meer. Dus jammer genoeg. Ik heb alleen kabel en daar zit geen Fox op of wat dan ook. Ik zit alleen op digitale televisie. De smartcard die werkt dus al een tijdje niet meer. Oh, kijk dan. Kijk. Here's a chance to attack. Oh, die had hij eigenlijk moeten uitspelen. Dan hadden wij weer kunnen inworpen, wou ik zeggen. Inwerpen. Oké. Nou, ik heb het gevoel dat het wel mogelijk is hoor, met deze jongens. Want ze zitten nu, zijn ze nog een beetje snel. Dat komt ook omdat ze nu nog helemaal fit zijn natuurlijk. Straks gaat het over en dan kunnen wij waarschijnlijk net zoals in de eerste wedstrijd gewoon up and over. Oh. Oh, kijk dan. Dat heb je wel goed. Oh, ik was zeggen, dat heb je wel goed gedaan. Maar sowieso heb je het goed gedaan om hem af te pakken, maar ja, nu maakt hij toch echt een fout. En het is steeds 0-0, 17 minuten, dus dat komt wel goed uit. Kijk. Ga door. Oh nee. Kunnen we het nog een keer doen wat we gisteren deden, jongens? Kunnen we dat nog een keer doen?
Ik hoop het wel. Ik wil jullie zo graag een vrolijk weekend of een vrolijk begin van de week geven. Oh, kijk, 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 kijk. Daar gaat Luc. Daar gaat Luc. En rebound. Geen rebound. Helaas, maar... Oh, ook niet. Ik wou zeggen, maar helaas hebben we... Maar gelukkig hebben we wel de bal teruggekregen. Maar dat was helaas niet het geval. Oh, kijk, 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 kijk. Oké, we hebben wel de ingooi. De inworp. De ingooi. Goed Nederlands weer, zeg. Hey jongens, ik wil nog iets anders met jullie delen. Ben jij nou ergens goed in? Ben jij een beginnende YouTuber? Heb je zin in gamen? En heb je een beetje een vlotte babbel? Een beetje waar mensen een beetje naar willen luisteren? Kom dan en meld je dan even aan. Dan kun je kan bij mij gewoon een gastrol krijgen. Dat is geen probleem. Oh. Zoals je laatste commentary Monday al had gezien, heb ik Nick uitgenodigd. Dutch. Nou ben ik zijn naam even kwijt. Sorry Nick. Maar ik heb afgelopen maandag heeft hij van mij een gastrol gekregen. Oh, kijk aan. Corner, of niet? Ja. En hij heeft een gastrol van mij gekregen. En dat kunnen jullie ook krijgen. Dan moet je wel even aan een paar kleine dingetjes voldoen. Bijvoorbeeld, je moet niet met je telefoon je gameplay gaan zitten opnemen. Je moet wel een beetje serieus erin staan. Je moet wel een beetje... Ja, je moet wel een beetje een babbeltje hebben. Het maakt niet uit. Maar als jij een beginnende YouTuber bent... Dan wil ik je graag helpen. Ik ben ook enorm geholpen. Op een gegeven moment had ik 90 subscribers of zo. 93 was het toen. En toen heb Dennis Ways mij geholpen. Niet door mij een gastrol te geven. Nee, dat niet. Maar wel door een shout-out te doen. En daar ben ik nog steeds erg dankbaar over. En die dankbaarheid wil ik graag voortzetten. In de vorm van gastrollen. Dus jongens, als jullie... de gastrol wil hebben, neem contact met mij op en dan komt alles goed. Oh. En nu weer terug naar de game. Oké, kijk, dat was een voorzet. En wij hebben een corner versierd. Alweer. Oh nee. Oh, nou jammer als dat hij hem niet aan had geraakt, want dat had wel beter geweest. Eigenlijk zou hij moeten werken, hè Luc? Eigenlijk deze, ik bedoel tegen hun. Hun zijn niet zo goed als ons, heb ik het gevoel. Nou zeg ik dat niet... Nee, we hebben zoveel kansen, hebben we niet gehad. Ja, maar ja, inderdaad. En ik zeg niet dat wij supergoed zijn of zo, hoor. Maar ik bedoel, als je kijkt, weet je de verhoudingen. Wij moeten dit wel kunnen. Hoppa. Ja, dat denk ik ook. Oh, wat jammer. Wat jammer. Waren we er doorheen? Ja, we hadden al voor het doel gestaan. Had ik wel op het doel geklopt. Oh nee, op de deur geklopt. Oh! Dat was doodzonde. Oké, wat nice zeg. Hey. En weer gaat de bal naar ons toe. Halftime. Zit op 45 minuten, jongens en meisjes. 0-0 is het nog. En we gaan door. Oké, daar zijn we weer. Het is de tweede helft. En we moeten even wachten op... de jongens en meisjes aan de andere kant. We hebben nog 15 seconden over. Oh, nou ja. Dat was snel. Oké.
as we get ready for the second half. Wat gaan we doen? Wat gaat er gebeuren? En ik ga hier een beetje rondlopen. Well read by the defender to intercept. Ja. Trying with the forward pass to make a. Ja, zij zijn een beetje eigenwijs. Ze gaan een beetje voorlopen en zo. Ze willen niet dat wij scoren of zo. Ja, ik zag het. Oh, maar het zou niet veel. Nou, een klein beetje wel. Ja, hij was eigenlijk voor die speler bedoeld die doorliep. Ja, maar als ik dan bij het spel sta, ja, dan krijg je dat. Tenminste, als je in dezelfde richting schiet. Oh, kijk. Nee. Oh, wat jammer. Pak hem die bal. En kling. Oh, geweldig verdedigd. Mijn complimenten. Ja. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Oké, Luc, nu. Oh! Net te lang. Ja. Inderdaad, of jij was te snel. Ik kan ook. Mijn poppetje was toch wel. Snel. Oh. Ja. Oh, jammer. Hij liep die hoek al in, zeg je dat? De keeper liep de hoek al in. Ja, natuurlijk, dat zou hij wel verwachten. Oké, volgende keer ga ik, als hij die hoek inloopt, ga ik al van tevoren een beetje rekening mee houden. Dan ga ik snel in de andere hoek schieten. Ik was even vergeten dat zij een eigen keeper hadden. Kling. Safety first. Ja, they're about to spill. He's got the ball well to save. Front foot by intercepting. Ja, dat stond ik, inderdaad. Oh, wist ik die bal ook nog. Oké, daar gaan we. Luc, ga snel voor het doel staan. Oh, jammer. Was wel een mooie paas. Dat kan ik wel eigendunkerig zeggen. Yep, dat is weer veiliggesteld. En dan moeten we natuurlijk wel aan blijven vallen. Yep. Geef me die bal. Some potential in this move. Oh, kijk. Oh, oké, voor het doel. Niet. Volgende keer als ik dat doe, dan moet je, tenminste als je hem wel een keer krijgt, dan moet je zorgen dat je links kopt, hè? Dat je hem naar links toe kopt. Want die keeper die gaat automatisch naar het rechter gedeelte toe. Dat had ik al gezien, dat doet hij elke keer. Als je dan naar links kopt, volgens mij hebben we dan een goal. Oh, lekker meegenomen. Ja. Yes. Loco for the win. Oh nee, was Loco versus World. Ja, nee, dat was het. Loco for the win. Hoppa. We hebben hier. Volgens mij zat het een beginnerkeepertje. Ja, inderdaad, dat gevoel krijg ik nu ook. 73 minuten, moeten we wel volhouden. Zij mogen niet scoren. Kijk, dat bedoel ik. En ik ben door. Oh, kijk dit. Oh! Good movement to get to it. Oh, ik had eigenlijk hoop dat hij nog meer naar voren stond. Dat had ik eigenlijk ook in gedachten. En ik denk, nou, dan schiet ik hem zo voorbij. Maar dat was helaas een droomscenario. Nee joh, niet bang zijn. Ik ben door. Oh.
Oh ja. Oh, jammer. Oh. Oké, we staan dus 1-0 voor, jongens en meisjes. 1-0, 1-0. Comes in with a tackle. Ja, hallo, jullie rennen allemaal bij mij weg. Echt snel ook, hè? Met z'n allen. Met 21 man rennen jullie gewoon bij mij weg. Ik sta hier lekker nog een checkie te roken of zo. Oké. Oh ja. Nee. Oh nee, eigenlijk. Maar het idee was goed, dames en heren. Oh ja. Oh ja. Oh, kijk uit dan met die tackles, we willen geen rode kaart hebben. We winnen wel weer. En dat is net als gisteren. Dus misschien kunnen we inderdaad de mensen een heel gelukkig weekend. Of een heel gelukkig begin van de week geven. Hey! Oh! Oh! Ja, maar dat kunnen wij. Oh, nee. Het is toch al bijna afgelopen. Ja. Je weet het nooit. Een vorige wedstrijd die we niet hebben opgenomen. Werd het in de 90ste minuut. Werd het. Scoorde zij 1 goal. Maar. Hoppa! Maar nu. Gepromoveerd! Yes! Promotie! Wat een betere video om te uploaden op een zondag. Om een week goed te beginnen dan een promotie. Video. Gewoon een video hoe wij promoveren. Jongens, dit was. FIFA vrijdag herhaald op zaterdag en zondag twee keer als excuses. En ik ben blij dat jij er weer bij was. Ik ben blij dat je het hebt gezien. We zijn gepromoveerd, jongens. In de video van volgende week vrijdag zou ik hier wel even naartoe wijzen. Want dit is echt een video die je moet kijken. En jongens, ik vraag eerst even aan Luc. Luc, heb jij nog wat toe te voegen? Ja, nou, zoals de wind zo... Daar sta ik er volgende week weer bij. Nou, dat is mooi. En jongens, we hebben vandaag een extreem korte video gemaakt, want het is maar 17 minuten. De vorige video's waren allemaal 20 plus minuten of zo. Dus we hebben het goed gedaan. Ook qua tijd. Dus ja, je hoeft je minder lang te vervelen, laat ik het zo zeggen. En ik zie jullie in de volgende video weer. Jongens, bedankt voor het kijken. En bye bye. Bullseye.